Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken talrijke buien over ons land die we goed kunnen zien op de satellietfoto. Tussen de buien door klaart het af en toe even op en zien we de zon schijnen. Vanochtend hebben die buien een winters karakter met kans op sneeuw, natte sneeuw, hagel misschien ook. En in de loop van de dag zou er ook een klap onweer bij kunnen zitten. Vanmiddag lopen de temperaturen op naar 3 tot 5 graden. We hebben te maken met een west tot noordwestenwind. Bovenlandmatig bij zee meest vrij krachtig windkracht 5. In de loop van de middag wel wat afnemend. Vanavond nog steeds een aantal winterse buien, met name in de kustgebieden. In het binnenland klaart het wat vaker op en de temperaturen dalen al snel tot rond het vriespunt. In de nacht vriest het land inwaarts licht en zou het lokaal glad kunnen worden. Morgen bij zee nog steeds een winterse bui. In het binnenland is het vaker droog, de zon schijnt af en toe en het wordt 2 tot 5 graden bij een Noord- tot Noordwestenwind, die matig is, kracht 3 tot 4. Woensdag. Een vergelijkbare dag met eigenlijk alleen in het noordwesten nog kans op een winterse bui. Vanaf donderdag is de wind noordoost, is het droog, schijnt de zon geregeld en liggen de temperaturen overdag over het algemeen rond of net iets boven het vriespunt. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.